mij stond er nou, bijvoorbeeld 2 meter verderop. Toen wilde ik naar haar toe stappen, maar ik struikelde over een stoeptegel. En toen haalde ik mijn kin. Hi, ik ben Marco Lopez, cabaretier en acteur. Je kunt mij misschien kennen van het Leids Cabaret Festival 2016 of van mijn avondvullende cabaretprogramma Moed met DT, die ik onlangs hier in de Stadsgehoorzaal in de Aalmarktzaal heb gespeeld. Ja, waar was je? Of voor de mensen die er wel bij waren, te gek natuurlijk, maar ja, voor de mensen die er niet bij waren, kom de volgende keer gewoon kijken. Het is echt heel leuk. De mooiste surprise die ik heb gemaakt, ja, dat is toch wel een surprise die ik heb gemaakt voor een vriend en collega van mij. Die deed auditie op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En daar moest hij ooit een paars vierkant spelen. Vraag me niet hoe, maar hij moest het doen op een grasveld. En toen heb ik voor hem een surprise gemaakt, een voetbalveld met een paars vierkant. Dat is heel artistiek geworden. Dat heeft hij nog steeds, denk ik. Ja, Sinterklaas of Kerstman? Ja, dan toch de Kerstman, want dat leeft toch iets meer bij ons in huis. Ik kreeg ook eigenlijk meer cadeautjes van de Kerstman dan van Sinterklaas. Dus ja, mijn liefde is meer voor de Kerstman. Nou, mijn grootste blooper die ik me kan herinneren was toch wel letterlijk vallen voor een meisje. Een meisje stond bijvoorbeeld 2 meter verderop. Toen wilde ik naar haar toe stappen, maar ik struikelde over een stoeptegel. En toen haalde ik mijn kin heel op. Het zit hier zo gek. Het zit niet het ergste van de wereld, maar het was wel heel gênant. Nou, het is 4 december, dus weer tijd voor een envelop. Nou, nummer 4, dat kan ook niet anders. Laat zien even wat erin zit. Nou, er zit een podiumkaart in. Ter waarde van 5 euro, maar liefst 10 zie ik hier, 10 podiumkaarten en die kunnen van jou zijn. Wat moet je daarvoor doen? Tag iemand die nog nooit in het theater is geweest en leg ook uit waarom diegene naar het theater moet gaan. En dan kan deze podiumkaart voor jou zijn en voor degene die je tagt. En dan zijn jullie in het theater, samen. En dan iets unieks. Iets wat nog nooit is gebeurd daarvoor. En terwijl, ja, nou ja goed, tag gewoon iemand. En win deze kaart 2 keer en dan ga je naar het theater. Naar een superleuke voorstelling. Tot wanneer zijn ze houdbaar?